Dit is boer Gerrit, een noeste werker. Altijd in de weer. Maar nu even niet. Daar heb je Gerrit. Ah, en daar heb je Anja. Hey Gerrit. Is hier onlangs vanuit de stad neergestreken. Lekker aan het integreren. Joho! Wat sta je te doen? Wie is dat? Oh, dat is Erland. Een best wel snugger jong dat geregeld nogal... Fuck. ...domme keuzes maakt. Ik heb dat jongen eerder gezien. Oh, echt? Gaat verder met je. Ja, moet maar. Ja, daar. Ik ga weer door, hè? Ja. En ja, dit is Vadim. Een echte regelaar, waarover je beter geen grappen maakt. Nou ja, gewoon een ontzettende hufter eigenlijk. Get the fuck out of here. Well, maybe. Show me. Mjolnir? He needs money. Good, good. Ja, en dan kan het snel gaan. Gerrit! Afgeplakt. Ja, ik wil geen pot kijken, ze weet me nooit, hè. Oké. Hé, maar kijk eens hier, wat ik net in het bos zag. Dat is toch niet normaal? Dat kan toch niet? Ik denk dat ik de gemeente ga bellen of de politie. Ah, doe maar niet, daar krijg je gedoe van. Ja, maar dat kan zo toch niet blijven liggen? Ik moet gaan. Zo kan het dan opeens heel vlug een heel andere kant op gaan. Zeker als mensen als Anja vinden dat het toch echt niet kan, zulke dumpingen in het bos. Het is toch een schandaal zo in het bos? Kan toch niet? Wat zou er nou in zitten in die tonnen? Drugsafval, Anja. En dat zit niet altijd alleen maar in van die tonnen. Vraag maar aan Gerrit. Die bak leeg. Nee? Verdomme. Dat voelt echt niet fijn voor Gerrit. Hij houdt van de natuur en van zijn dorp. Als je eenmaal met figuren als Vadim in zee gaat, is er zelden nog een weg terug. Ik denk dat ik toch eens ga bellen. Moet je doen, Anja. Dat helpt altijd. Hallo, met Anja Jansen. Ik wil graag iets melden. Anja had trouwens ook anoniem kunnen bellen, als ze dat fijner had gevonden. Erland weet er hier net op tijd tussenuit te muizen. Fuck! Als die jongen nou eens wat betere keuzes ging maken. En ja, Vadim mag dan wel een tegenslagje te pakken hebben. Meestal hebben de Vadims van deze wereld meerdere ijzers in het vuur. Gerrit is nu niet alleen zijn snelle geld kwijt. Opdraaien voor de kosten van grondsanering, onteigening van onroerend goed, faillissementen. Het komt vaker voor dan je denkt. Gerrit is niet de eerste. En zal helaas ook niet de laatste zijn. Doe wat Anja doet. Hey, buurman. Fijn voor de natuur en ook voor de buurt. Melden helpt. En kan dus ook anoniem. De groeten, Vadim. Deze film lijkt misschien fictie, maar ondermijnende criminaliteit is overal. Ook in jouw buurt. Herken jij de signalen? Je kunt er iets aan doen. Meld verdachte situaties en voorkom erger. Kijk op horenzienmeldenlimburg.nl.
Of meld direct en anoniem via meldmisdaadanoniem 0800 7000. Meldmisdaadanoniem.nl